Het is 7 september en advocaat Walter van Steenbrugge moet plaatsnemen op de beklaagde bank van de rechtszaal. Hij staat terecht voor laster ten aanzien van de overste van de Broeders van Liefde, René Stokman. Meneer Stokman heeft mij in de maand juni gedagvaard. Hij heeft gemeend dat ik mij schuldig had gemaakt aan laster ten aanzien van zijn persoon. En dat ik ook een brief had geschreven die lasterlijk zou zijn geweest aan het parlement. En daarvoor heeft hij mij op de beklaagde bank van een correctionele zitting laten plaatsnemen. Die uitspraken gebeuren in de nasleep van het euthanasieproces rond Tine Nys. Van Steenbrugge beweert dat Stokman druk heeft uitgeoefend op justitie. En daarmee doet hij als advocaat niets verkeerd. Dat blijkt ook uit de uitspraak van de rechtbank deze morgen. Dat er geen sprake kan zijn van kwaadwillig opzet ten gevolge van de beklaagde. Kan er bij gevolg ook wat deze feit betreft geen sprake zijn van het misdrijf lastig ten gevolge van de rechtsstaat. De rechtbank heeft in een zeer grondig gemotiveerd vonnis gezegd dat het tot de essentiële taak behoort van een advocaat om bepaalde zaken in vraag te stellen, dat dat hoort tot de kern van zijn bestaan en dat je daarover achteraf niet kan aangevallen worden, omdat de Belgische strafwet ook voorschrijft dat je over de immuniteit beschikt van het pleidooi. En de rechtbank heeft ook gezegd dat mijn korte analyse die ik gemaakt heb in het VTM-journaal ook niet lasterlijk was, maar ook kaderde in het kader van de verdediging die ik nogal consequent heb doorgevoerd. Stokman werd in deze zaak ook bijgetreden door het Openbaar Ministerie en dat verwonderde Van Steenbrugge. Het was voor hem en bij uitbreiding zijn hele beroepstak belangrijk dat hij vanmorgen werd vrijgesproken. Als er een veroordeling vandaag was geweest, dan mocht je als advocaat geen zaken meer in vraag stellen. Dan werd je beknot in jouw essentiële rechten en plichten. Hè. Je hebt als advocaat heb je de plicht om alle middelen aan te wenden. Om uw cliënt goed bij te staan. Ik heb dat gedaan, naar eigen inzicht en vermogen. En ik heb uiteraard scherp geweest voor het Openbaar Ministerie, omdat het niet te verklaren was dat na 7 jaar men plots het geweer van schouder veranderde. En die vraag op vandaag is nog altijd niet opgelost.